ik ga het vertellen. Het is de week van Emiel Ratelband. Hij was dinsdag jarig en was nog best gezellig aan de telefoon, maar blijkt toch die dag zonder zijn moon en zijn jongste kind gegeten hebben. Alleen maar met zijn andere 6 kinderen, geloof ik. Ik weet niet, hij heeft er nogal best wat. Maar dat ik ben de draad nu alweer kwijt, wat je allemaal nou, zegt. Die dag is zijn moon weggegaan. En dat is natuurlijk echt niet leuk als je dat overkomt. Maar daarvoor was hij al kwaad. Want hij was een keer bij Live & Cooking. Ja. Toen deelde hij van die boeken uit. Kun je je dat nog herinneren? Ja. Nou, dan gaan we nog dat even. Vond jij nog een leuk boek. Zie je dat moment? Ja, schitterend boek. Dat was het boek Somatologie. Over de taal van, je lichaam. Of de lichaamsgelaatskunde, zo heet veel. Nou, dus iedereen heeft die persoonlijk zo'n boek gegeven. Maar wat bleek, een paar dagen later waren vele boeken te vinden op marktplaats.nl. Dus lazen wij in de story, Emiel is woedend, want zijn boek is gewoon op marktplaats gezet door de kijkers van Live & Cooking. Foei, kijkers van het publiek van Live & Cooking. Schande. Feit was wel dat op dat moment Moon nog wel gezellig bij ons in de studio zat. Met kind. En het was een snoetje, want ze zaten hier links voor. Ik zie ze nog zo zitten. Ik ook. Kijk, het leek daar nog echt koek en ei. Dus vragen wij ons af, is het nou, Royce heet het kindje. Je hebt Rolls, dat was een jongen, en dit meisje heet Royce. Lang verhaal kort te houden, is dit dan het begin geweest van de misère? Is hij zo kwaad geworden? We kunnen het hem vragen niet. Ook. Ja, want hij is aan de lijn. Emiel, ben je daar? Hey, hallo, hallo. Nou, natuurlijk was ik niet kwaad. Ik vond het gewoon leuk. Er waren 6 mensen uit Sneek en die vonden het boek niks aan. Dus die hebben het op de marktplaats gezet. Emiel, ja, heb je die mensen gebeld? Gekomen. Dat hebben ze gebeld. En dan natuurlijk onder een andere naam. En zo is het in de publiciteit gekomen. Oh. Dat faal. Dus ik ben helemaal niet kwaad. Ik was teleurgesteld. Begrijp ik. Maar je hebt al een verschrikkelijke week achter de rug. Ja, ik heb je huilend gezien bij RTL Boulevard. Ja, ook ja, op de radio. Ja, ja. Je laat jezelf gaan. Dat is je goed recht, want dat mag. Je weet met media om te gaan. Dat is ook bekend. Maar Emiel, ik heb het gevoel dat je nu ontzettend in de ratelband in de rat zet, moet ik zeggen. Nou, dat kun je wel stellen, ja. Kun je ons vertellen wat de situatie op dit moment is? Nou, de situatie op dit moment is dat ik, kijk, daarom op de radio heb ik gehuild. Want ik had net de dagvaarding gekregen dat mijn ex van 7, waar ik 7 maanden mee getrouwd ben geweest, dat ze eiste €7.000 alimentatie en €800 voor het kind. En toen, op dat moment toen ik dat las, toen ging de telefoon en dat was FM, weet ik veel wat, Radio 2 geloof of zo. Ja, en dat werd me allemaal een beetje te veel. En dat was wel even voor mij het A dat ze weg was natuurlijk, het kindje weg. Onverwachts, want ik was in het buitenland. En daarna, binnen 3 dagen, krijg je dan dus een dagvaarding om te verschijnen voor het gerecht. Plus een eis is €7.000 per maand. Nou, het is allemaal heel vreselijk, Emiel. Maar wat ik mij afvraag, is waarom je dat zo in de media allemaal doet. Om de hele dood eenvoudige reden. Kijk, zij is vrijdag, heeft zij een interview gegeven aan privé. Dat is afgelopen woensdag is dat geplaatst. En zij had alles voorgekookt. En dus op het moment springt dat ik als eenmaal Ratelband zijnde beschuldigd word, dan vind ik gewoon zelf dat ik me dan even moet verdedigen. Ja, ja. En dan, en dat is 1. En 2 is het zo. Kijk, ik ben een publiek figuur. Ik was bij Roland Jan Heijn op de publicatie van zijn nieuwe boek samen met Uri Geller. En ja, dat was het natuurlijk Showtime en RTL Boulevard en noem ze allemaal maar op. Ja, kijk, en op het moment dat ze mijn camera en een microfoon onder mijn neus douwen en ze zeggen eventjes van, ja, dat staat in de privé, wat vind je ervan? Ja, en dan denk ik bij mezelf, ja, ik moet het toch wel even zeggen hoe het werkelijk gegaan is. En niet zoals een privé dat zegt dat ik gewelddadig ben. En kijk, dat ik best een vervelend mannetje kan zijn, dat weet iedereen. Dat ik een grote mond heb, dat weet ook iedereen. Dat ik recht voor zijn raad ben, dat weet ook iedereen. En dat ik altijd eerlijk ben, dat weet ook iedereen. En dat ik positief ben, dat weet ook iedereen. Dus maar even, Emiel, ze beschuldigt je dus feitelijk van dat je losse handjes hebt? Is dat het? Ik ga nu alles door elkaar, maar nou, ik zit naast je, kan het je vertellen. Emiel, is het omdat jij haar zou slaan? Is het wat? Ja, man, hoe krijg je het verzonnen? Dus alsof ik dus gewelddadig zou zijn. Ja, ik ben natuurlijk, ik praat hard en ik praat direct. En ik zeg natuurlijk wel eens van flikker op of loop me niet voor mijn poten of zoiets in de geest. Ja, natuurlijk, maar ik ben gewoon een hele eenvoudige jongen. Emiel, luister nu naar Irene. Ja, oké. Okay. Ja, ik hoor niks, want ik hoor jullie heel slecht. Daarom. Doe net of je het hoort. Ik bedoel, kijk, in dit, er zijn eigenlijk alleen maar verliezers in dit soort zaken, voel ik altijd. En dan denk ik, we hebben je nu aan de lijn, het is zondag en het had ook met Live & Cooking te maken, dus toevallig hebben wij het er nu ook over. Maar ik zou zelf nu stoppen met dat in de publiciteit te gaan. Jullie zijn het laatste interview wat ik gegeven heb. Ja, en ik heb mijn dochters gebeld en gezegd, maar luister, het gaat van school af.
trouw en krijg een kind en gaan er 7 maanden eraf en eis 7.000 euro. Nou, ik begrijp het. Er zit ja? heel veel kwaadheid nu. Nee, en hoor, ik denk dat het. Ik ben er al doorheen. Nou, ik denk ja. dat het even ook echt elk allemaal moet bezinken. Ik wens je heel veel wijsheid. Dankjewel. En ik hoop dat maar je. Ik ben niet kwaad op de kijkers die 6 mensen uit Sneek die de boek op de site gezet hebben. En ik ben ook niet kwaad op Monique. Ik hou heel veel van de. En ik mis natuurlijk mijn kleintje heel veel. Maar goed, het zit er eenmaal in elkaar, dus ik moet er weer het beste van maken. Dankjewel. Emiel Raterman, dames en heren. Dankjewel. Ja, nou.